avondklok, dag 23 alweer. Ja, en we gaan maar door. Vandaag einde van een winterperiode, van een hele mooie dag. De laatste dag dat je eigenlijk nog op schaatsen kon staan. En ik had het gisteren eigenlijk gezegd over die schaatshistorie. En het waait een beetje nu, maar het is niet meer zo'n snijdende wind. Ik had gisteren iets gezegd over die schaatshistorie. Wat een voorzienigheid. Want vandaag werd er ook weer schaatshistorie geschreven. En ik had hem al genoemd, die Niels van der Poel. Die rijdt me eventjes in Heerenveen op een laaglandbaan. Een nieuw wereldrecord op de 10 kilometer. Ja, ik heb het niet voorspeld, maar het komt wel mooi uit natuurlijk. De laatste dag dat er geschaatst werd. Ook voor de kampioenschappen. Geen schaatsgala's meer, afgelopen. Maar vanochtend ben ik samen met mijn oudste zoon Tim en nog een vriendin uit Brummen, Eva, zijn we naar de Belterwiede gegaan en hebben we met z'n drieën een schaatstocht gemaakt. En niet zomaar een schaatstocht, want wij vertrokken om 6:30 hier uit Zutphen. Ik werd opgepikt en wij wilden voor zonsopkomst wilden wij op de Belterwiede staan. En dat is ons gelukt. Als je op Facebook kijkt bij mijn adres, dan kun je de mooie plaatjes nog zien. En toen ik daar foto's aan het nemen was, en ik draai even een beetje de camera, toen kreeg ik eigenlijk een beetje een idee. Ik zat zo naar die lucht te kijken en er kwam weer iets van vroeger binnen en dat was een beroemde toespraak van Chief Seattle uit 1854. En die toespraak heette: hoe kun je de lucht bezitten? Nou, waarom kwam ik daarop? Omdat ik al gehoord had dat volgende week, zondag, is het 15 graden maar liefst. Dat is dus een verschil van 25 graden met deze week. En het is morgen, regent het warm water en is het afgelopen. Morgen nog code rood. En dat is een klimaatprobleem. En het wordt steeds heviger. Het nieuwe normaal is eigenlijk al aangetreden. Gelukkig hebben we nog een beetje hoop dat er toch nog ooit nog een keer een Elfstedentocht komt. Maar hoe kun je de lucht bezitten, kwam een beetje door mijn hoofd. Chief Seattle. De man kon niet lezen en schrijven, maar wat een wijze man, ongelooflijk. Ik zal je die toespraak eens even een stukje daarvan voorlezen. Het is 1854. Gouverneur Isaac Stevens komt namens zijn regering verdragen sluiten met Indianen in het uiterste noordwesten van de huidige Verenigde Staten. Hij komt daarbij ook bij opperhoofd Seattle. Die stad is daar ook nog naar genoemd. Stevens wil het land van de Indianen kopen en hen verplaatsen naar speciale reservaten. Seattle wijst dit niet af, maar maakt eventjes duidelijk wat de Indiaanse zienswijze is. Als wij, meneer Stevens, u ons land verkopen, dan moet u bedenken dat de lucht voor ons waardevol is. En onze bomen en de dieren. De wind die de mens zijn eerste avond ademtocht geeft, neemt ook zijn laatste lucht in ontvangst. Wij zullen dus uw aanbod ons land te kopen in overweging nemen. Als wij besluiten het aanbod aan te nemen, wil ik hier en nu een voorwaarde stellen. De blanke man moet de dieren van dit land beschouwen als zijn broeders. Wat is de mens namelijk zonder dieren? Zelfs de worm houdt de aarde zacht voor de mens om op te lopen. Als alle dieren weg zijn, zal de mens sterven aan een gevoel van grote, grote eenzaamheid. Want wat er gebeurt met de dieren, gebeurt met de mens.
want wij zijn allen één ademtocht. Als we ons land aan u verkopen, wil ik hier deze voorwaarden stellen. Leer uw kinderen wat wij onze kinderen leerden. Dat de aarde onze moeder is. Wat er gebeurt met de aarde, gebeurt met de kinderen van de aarde. Als een mens op de grond spuwt, spuwt hij eigenlijk op zichzelf. Alles hangt met alles samen. Wat er gebeurt met de aarde, gebeurt met de zonen en dochters van de aarde. De mens heeft het web van het leven namelijk niet geweven. Hij is slechts een draad ervan. Wat hij met het web doet, doet hij met zichzelf. En dat is even een stukje daaruit. Het is een hele grote toespraak. En die is natuurlijk op schrift gesteld door Amerikaanse ambtenaren. En men was daar zwaar van onder de indruk. En het is 1854, 166 jaar geleden. En nog steeds actueel. Hoe kun je de lucht bezitten? Chief Seattle. En met de huidige klimaatproblemen wordt het tijd dat we de schop in de grond gaan doen. En ons eens even goed gaan beseffen hoe we op deze manier eigenlijk bezig zijn. Met zoonozen en met vervuiling. Wij zijn gewoon kinderen van moeder aarde. Zo is het nou eenmaal. En dat kun je ontkennen, dat kun je weglachen. Maar uiteindelijk slaat de aarde terug. Wij zijn hier 1,5 miljoen jaar op aarde, de mensheid. En als je dan ziet wat voor puinhoop we er eigenlijk al van gemaakt hebben. In vergelijking met die 4,5 miljard jaar dat de aarde al bestaat. Dan zou ik zeggen, jongens, aan de slag. En ik geniet nog even van een mooie buitje zometeen. Tot morgen. Dag 24.